Zombie Apocalypse. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Ninja en ik ga vandaag weer verder in mijn Minecraft file. Coole wereld in dit geval. Ik ga weer wat mooier maken, want wat is dit? Even serieus. Wat is dit? Dit ziet er toch niet uit. Dit is de meest random ding dat ik ooit in mijn leven gezien heb. Dus laten we gewoon een aantal huisjes veranderen vandaag. Deze kleine dingetjes waar we vrij weinig aan hebben. En wat doet hier een random? Hier. Laten we beginnen met dit kleine ding. Het heeft weinig vorm. Dus laten we daar eens mee beginnen. Oké. Bam. Oké, het staat op blokjes. Laten we eerst dit even goed maken. Al dat gas een beetje weg. Waarom doe ik dat zo? Waarom pak ik dit van dit? Nou ja, dat vind ik niet altijd even helder na. Dat is heel waarschijnlijk de reden. Oh. Ja, oké, dat kan ook. Een beetje leeg. Weet je wat ik nog even zo doen? Om het gras weer wat terug te laten groeien. Press, hoppakee. Nou. Ook weer mooi opgelost. Een beetje ruimte extra. Dus we kunnen ooit nog eens een keer extra huisje bij gaan bouwen. Maar natuurlijk, dit wordt een save file die natuurlijk wel groot gaat worden. Dus niet zo klein als... Wat de hel is dit? Maar dat wordt dan omheen gebouwd. Maar we beginnen eerst met verbeteringen. Hoeveel is deze bij? Hoeveel is dit? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bij 5. Dan maak ik er nog 5 bij. Dus 2, 3, 4, 5. En hoe lang is het? Oh, oké, laat maar. Am I lying today? 4 bij... Oké, hij is 4 bij 5. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, oké, ik ben al. Dus dit is de officiële bij elkaar dan. En dan maak ik hier nog 1, 3, 4, 5 bij. En dan maak ik dit dicht. Oh man, ik heb dit even niet zo goed meewerken vandaag. En dan wil ik hier ook nog iets doen. Ik wil... Een groter huis bouwen vandaag. Dat maakt niet. Dat kan ik heus wel zo. Heus wel bijmaken. 1, 2, 3, 4, 5. Dan hebben we iets anders dan zoiets wat ik heb gehad, zeg maar. Zoals dit hier zo. Dit huis tegen hier zo. Een beetje anders, maar toch ook weer een beetje richting hetzelfde. Sloop ik dit, want dat vind ik ook echt niet staan op dan is. Ik vind dat met dat wood op de hoekjes vind ik op zich wel leuk altijd. Dat vind ik altijd wel een beetje stijl van, maar dat ga ik op een andere manier oplossen vandaag. Laten we de grond maken van stone. Want als de buitenondergrond ook van stone is, dat de rand waar die op staat, dan kan de vloer ook wel stone zijn. Hè? Kijk, dan heeft hij in ieder geval verschillende... plek om naartoe te gaan. En dit is niet de deur die ik wilde, maar oké, dat maakt net. We hebben een dubbele deur. Dat is oké. Die pak ik. Dat pak ik. Pak voor zeker toch maar bij. We hebben glas. En dan gaan we gewoon beginnen met iets te vinden. Zeker weten 3 hoog. Dicht. En een deur.
Ik wil deze deur. Deze deur vind ik altijd het mooiste van allemaal. Je kunt niet naar binnen kijken. Naar dit hoekje. 1, 2, 3. En 1, 2 en dan 3. En dan val ik. Dat is ook 3. Ook 3. Dan gaan we helemaal hier naartoe. Nee. 2, 3. 1, 2, 3. Nou, het ziet er al oké uit. Simpelweg nog. Maak hem even dicht. Zo. Is hij dicht? Niet kapot. 3. Oké. Okay. Dan ga ik er denk ik omheen bouwen zo. Beetje simpel. Wow, 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 wat klopt hier niet? Wat? Oké, dit is er 1, 2, 3, 4, 5. En dit is 1, 2, 3, 4, oké. Okay. Dat betekent dat dit eentje kort moet. Dat vind ik niet erg. En een keer. Doe maar even. En dan moeten we dit natuurlijk ook veranderen. Ik denk dat we al ergens een stomme telfout gemaakt hebben. Maar dat geeft niet, want dat heb ik weer op kunnen lossen. Het saved. En dan kunnen we hier. Dit doen. En hier kunnen we ook een beetje dicht gaan bouwen, dus dat we meerdere ruimtes gaan creëren. Misschien dit. Nee, ik wil het hier. En dan wil ik hem zo dicht bouwen. Dan wil ik hier. Hier. Kan dat hier ook? Ja, dan krijg je dat. Vind ik wel geinig zo. Ook een beetje met het oude model, met dat hout. Oh, is er hier eentje? Oh, ja. Boef, boef. Ik schrok, wat heb ik nou iets fout gedaan? Maar nee, natuurlijk heb ik niet fout gedaan. Ik heb hier niks fout gedaan. Dan wil ik hier compartimenten gaan bouwen, zodat er een klein gangetje komt. Waar je dan zo naar binnen moet lopen. Hup. Dan heb je er een gangetje. Lekker simpel. Dan komt hier een kamer. Dat is natuurlijk ook gewoon een raam. Dat ga ik veranderen. Hier komt dan een deur. En als hier dan ook een deur komt, dan moet hier het raam. En dan doe ik dat zo. Dan heb je voor de buitenview in ieder geval nog iets. En dan plaats ik daar gewoon een raampje. Dan kan die dicht. Kun je in ieder geval zien dat er iets zit. Moest je echt eventjes bedenken. Dus dat is in ieder geval geregeld. Nou, dan heb je hier bijvoorbeeld een beetje de opslagruimte. Zo'n eentje met chesten. En ovens. En workbench. En zoals ik al zei, chesten. Ah, bam. Nee, ik zei bam. Joh. Daar zo. Daar zit een raampje. Dat heb ik ook niet gehuurd van. Oké, dat geeft niet. Dan heb ik door. Dan heb ik een door nodig. Die zet ik daar wel neer. En daar ook vast. Oké, dat heb ik, vind ik ook wel interessant zo. Dat kan eigenlijk hier ook wel. En dan. Daar wel torches, lekker hoog. Staat in ieder geval symmetrisch. Dat doe ik hier ook. Oké. En dan ga ik hier een of andere slaapkamer maken of wat dan ook. En dan pak ik een bed. Ik weet niet waar die is. Oh, daar is die. Dan haal ik even mijn inventory leeg. En zo vind ik altijd het bed wel geinig uitzien. Het heeft iets van
iets met iets anders. Het is iets anders, maar het is ook niet echt heel moeilijk om te doen, zeg maar. Het is simpel. En dan pak ik een skull en dan doe ik dit even lekker easy. Oh. Hier zo, dan pak ik een Steve. Want Steve is cool. Zo. Nou, en dat zit voor deze kamer ding. We kunnen er zelfs nog hierin bouwen. 3, 4, 4 bij 5 was het. 1, 2, 3, 4 en 5. Nou, als dat klaar is, dan verbouw ik dit natuurlijk nog extra. Dit is een hoekje. Dat ook. Dit natuurlijk ook. Nou ja, het is officieel geen hoek, maar dat is dit. Maar ik maak dit wel een hoekje. Dat wordt het nieuwe hoek van vandaag. Toch niet. Nee, toch niet. Ik vind het er ook wel geinig uitzien. Eigenlijk. Kijk, maar dat ziet er ook geinig uit bij die deur zo. Oh, stukje de hout. Oké. Veel te hoog. Hetzelfde als in die gang. Kijk, gewoon simpelweg iets. Nee, gewoon niet. Ik maak hier gewoon een dubbeldeur van. Want waarom? Oh, dat kan ook gewoon. Dat vind ik ook leuk. Nou, dan hebben we een soort van kruis. Letterlijk. Alleen niet al te symmetrisch, maar ook niet. Nee, het is niet zo heel symmetrisch als ik had gedacht, maar dat maakt niet uit. Het is aan die kant symmetrisch en zo rechtdoor is het symmetrisch. Dus dat is oké. Okay. Dan moet ik het dak gaan maken. Want dit zijn genoeg kamers, daar heb je echt geen tweede verdieping voor nodig. Oké, dan haal ik hier gewoon die chest weg. En die zet ik dan alleen... daarop eentje. En dan komen hier ook wat chests te staan. Oké, dat kan niet. Wat ik daar wilde, kan niet. Echt helemaal. En daar eentje. En doe dit bovenop. Dan heb je niet veel aan het raam, maar dat maakt niet uit. Toch wel. En dan plak ik hier nog eentje. Dat is beter. Dan heb je hier de chestenkamer. Nou, daar kun je heel veel stuff in kwijt. Interessant. Dan pak ik deze blok, maar ik heb geen zin om hem uit mijn inventory te gaan zoeken. Dus dan doe ik het zo. Deze erbij. Huppakee. En deze gaat bovenop. Ik kan beter alvast vakjes gaan maken. Even. Dan pak ik dit. Dit en dan is, welke code is dit? Is 5, dacht ik? Ja. Nee, 5.1. Dat was het. Hier. Die daar. Die daar. En hetzelfde. Nou, ben ik daar klaar mee? Ik ben op zijn kop bezig voor de zoveelste keer. Dit verveelt nooit. Dus kop werken. Dus voor mij meestal is het typisch. Ik zou altijd zo werken eerst. Dus één keer voorgekomen in een van mijn survival werelden. Dat ik heel veel steps had. En dan deed ik dit mee. Elk huis dat ik bouwde, dat was eerst op zijn kop. En daarna een normaal dak. Ik vond dat het wel geinig staan. Dus laten we dat maar gewoon volhouden. Daarbij wil ik nog wel iets aan de voorkant, dus dat nog een beetje groeit, zeg maar. Dus dat je een uitsteekding hebt. Hier zo, aan de zijkant nog beter. En dan probeer ik hem zodanig te plaatsen. Nee,
doe hem hier ook. En deze zijkant wil ik gewoon wat extra's. Deze moet ik joinen. Nou, ze zijn gejoined. Dan kan ik ze lekker invullen op deze manier. Kijk maar, dan wordt het ook een beetje anders met het dak natuurlijk. Maar dat gaat niet gebeuren. Ik ga ervoor zorgen dat het hetzelfde blijft. Gewoon het simpele dakje dat er gewoon altijd al is geweest. En dan moet ik natuurlijk hier zo dat doen. Hupplakee, hupplakee, hupplakee. En dat komt precies daarop. Dat geeft niet. En een cactus. Hupplakee. Dat is goed. Ik wil het erin houden, nou deze vorm van het dak. Ik ga er niet vanaf wijken. Ik ga er niks van veranderen, dus dat is in ieder geval iets wat zeker is. Dus ik ga hier niet rechtdoor. Nee, nee, nee. Nee. Het enige wat ik hier kan doen is dit. Even kijken of het een beetje in de midden is. Het zijn er vier, dus er zijn er al twee. 1, 2, 3, 4. Zo'n beetje. Dat is precies het midden. Nou, geweldig. Zo. En dan komt er dit. Dan kun je dit doen. Een beetje zomervakantie vieren of zo. Dat was ook niet de bedoeling, weet je wat, ik ga het gewoon zo doen. Ik hoef niet zoveel moeite te doen, maar ik doe het toch wel, blijkbaar. Dat maakt niet uit dat ik dat nou zo doe of niet. Het is minder moeite. Wat een beetje verschil kan doen met een dak. Jesus Christ. Oké, hier komt het leuke stukje van allemaal. Oké, dat valt eigenlijk op de zich best wel mee. Oké, dit is wel het leuke stukje van allemaal. Gewoon door verschillende soort spul dat ik heb gebruikt van de groottes. Dan krijg je ook verschillende dak. Maar dat vind ik op zich wel nice. Nou, dan komt er hier zo. Van cobblestone. 1, 2, 3 hoge schoorsteen. Want ja, natuurlijk. Een huis wordt geen huis zonder een schoorsteen. Maakt niet uit wat voor soort schoorsteen. Ik ga er nu wel een beetje op letten wat ik ga bouwen eromheen. Voor het is dat ook een beetje mislukt. Kijk, daar gaat hij al. Kijk, oké, daar gaat hij ook al. Ik wil ook een beetje hiermee stunten. Kijk, is iets beter zo. Kijk, dat is iets beter. Oké. Ik probeer die truc te doen, maar ik weet niet meer. Ik weet niet meer hoe het moet. Lock. Shift control was het, denk ik. Of shift alt. Shift control? Oh nee, dat is met shift en dan F3. F weet ik veel. Oh, ik lag er allemaal van. Goddammit. Ja, er was een of andere
terug, maar ik denk niet dat het met deze mod niet werkt. Of ik weet van de codes niet meer om dat te doen. En ik heb het nog maar deze week ergens geleerd. Dat is sad van alles. Maar ja, dan kunnen we even verder met decoreren hier zo. Want Jesus Christ, wat is die donker. Oh ja, hier kan het ook nog. Tussenin. Hier hoort het ook niet donker te zijn, dus we kunnen ook even een beetje veranderen. Ik heb nog nooit begrepen, torches staan in vuur. Dus waarom vliegt het huis nou niet gewoon in de fik? Dat was altijd iets wat mij bezig hield, altijd die vraag. Als ik torches gebruik, moet ik ze dan niet bij het dak plaatsen, of vliegen ze dan niet in de fik? Moet ik dan een steenhuis maken? Maar dat maakt echt gewoon totaal niks uit. Kijk hoe set torches zijn. Ze kunnen niks. Ik kan er gewoon doorheen springen. Ik sta niet in de fik of zo. Rip de torches. Als je dan mij vraagt. Ik vergeet wel dit huis een schoorsteen te geven. Maar dat doe ik ook even snel. Raar dat er net naast de schoorsteen ook rook komt. Even van wat de hel. Wat is de voordeur? Dit is de voordeur. Ja. Dan doe ik daar een kleine schoorsteen. Het hoeft niet al te groot. Dan waait het officieel die kant op. Bij mij maakt het niet uit. Dus het gaat deze kant op voor mij. In dit huis gaat het deze kant op. De kanda. Mij kan dat allemaal. Zo. Het hoeft ook niet allemaal één kant op te gaan. In officieel live natuurlijk. In real life zal het allemaal wel één kant op gaan, maar... Dan moet je niet bij mij zijn. Ik zal er gewoon voor zorgen dat het er gewoon wat beter uitziet dan eerst. Hier. Yeah. Dan gaan we over naar dit huis. Het is het lonely staand huis. Kill this thing. Ik snap deze dingen niet. Ga weg. Is een ander. Die hou ik wel. Ik kan vrij weinig doen met dit stuk huis. Aangezien het vast staat. Nou ja, misschien dat ik hier iets bij kan bouwen. Dat is niet heel zin. Ik zal mijn best doen. Ik heb mijn best gedaan voor nu. De grond is ook inderdaad van dat spul gemaakt. Oké. Okay. En alle hoekjes. Dus die kan ik houden, die eerste. Ik hou de eerste muur wel. Dat is iets wat zeker is. Dan hoef ik daar in ieder geval niks meer aan te doen. Waarom doe ik dat? Waarom doe ik dat? Oké, dat deze veranderd moet worden. Oké. Okay. Wat ik ervan kan maken van dit huis. Echt, really. Dus je zag hoe sad dat dit was. Hij heeft in ieder geval een soort. Wat is dit? Stuk. Dat stuk wordt waarschijnlijk een set genoemd. Kijk hoe sad dat het is. Wat sad. Ik kom misschien toch zo doen. Oh, nee, dat is het verkeerde wat ik deed. Kan ik het een beetje uitbreiden? Want hoe sad dat dit is, dat is wel. Ja. Capslok moet uit. Even iets lopen zo. Kst. Is minder sad zo. Dat vind ik wel cool. Kijk eens, dit is best nice. Het ziet er ook iets beter uit zo. Ja.
Nou, dan pakken we een deur. Want ja, die hebben we ook nodig. Jip. Nou, als dat klaar is, dan krijgt dit huis wel een dubbel. Dubbel net. Want, Jezus Christus, wat is dit? Dit thing ugly. Kijk hoe klein dat ding is. Kijk ook hoe sad. Sad and lonely. Ik weet niet hoe mensen hierop zijn gekomen om zoiets te bouwen. Deed ik zelf vroeger ook, maar oké. Ik dacht altijd dat het cool was om dit soort huisje over te bouwen, maar ja. Moet je kijken wat ik nou mee bezig ben. Ik ben ze juist nou in elkaar aan het stoempen. Ik probeer ze beter te maken. Ook al lukt het niet. Gebeurt er dat? Ik heb echt geen idee. Ik weet niet, ik wil geen dubbel huis meer bouwen. Ik vind het zo wel cool. Er moet alleen nog een dak op. Dat is iets wat zeker is. Ja, moet dat. Ziet er eigenlijk ook zo wel cool uit. Ja, ik denk dat er wel een dak op moet. Iets simpels. Hoeft niet al te moeilijk te zijn. Nee, dat moet niet van stone. Doe maar niet van stone. Van mooie bricks. Ik hou hier wel van. Is het mogelijk als dat ik... Ik weet niet waar het huis eigenlijk stopt. Oké. Hier. Daar moet ik naartoe. Tot daar. Oké. Dat is... Ik weet niet of dit mij gaat lukken, maar ik ben van plan om het dak dus zo inderdaad te doen. Maar ik weet niet echt of het mij gaat lukken. Aangezien ik zo natuurlijk niet ben. Ik wil dit huis even zo maken. Normaal, simpelweg. Wel uitstekend natuurlijk. Zo'n beetje van, hup, plak ik. Ik steek iets uit. Ik ben ook mooi. En dit huis hier zo, dat gaat gewoon weg. Want het is wat de hel. Dus één steek van wat de hel is dit. Verwijderd. Dus nou gaat die verwijderd worden. Want eentje is al genoeg. En ik heb geen zin om op dit moment mijn superpowers te gebruiken of een supermod. Want dat is heel leuk, maar er staan hier te veel dingen die ik tegelijkertijd moet oplossen. Als ik dit weghalen. Ik bedoel dit hier zo. Dit hek. Poef. Totaal verdwenen. Nog niet. Oké. Slechtjes. Zet zei ik niet echt. Zo. Dat pakken we hier. P. Hek. Oh, dat had wel gekund natuurlijk. Nee, dit. Dat was natuurlijk automatisch voor een woordje. Nou, dat in ieder geval weg. Ik ben daar in ieder geval weg. Nu ik dat natuurlijk gedaan heb. Kan ik dit ding nog verder uitbreiden, maar heb ik geen zin in. Gewoon geen zin in, echt letterlijk niet. Als je gezien hebt hoeveel werk ik eigenlijk aan dit huis tot nu toe op besteed heb, gewoon aan vrijwel niks doen. Vind ik het oké. Okay. Tot die zo blijft. Oké, dit gaat één stap omhoog. Hoppakee. Hier moet hij zo. Ik denk niet dat dit voor mij iets gaat worden, maar dat zullen we zo zien. Nee. Zo. Ja, ik denk dat het wel iets kan gaan worden, maar dat is niet 100% zeker. I guess. Kijk, dan gaan we zo. Zo. Ik
je het leuker? Nee, dat. Dan kan dat dicht gemaakt worden. Nou, dat is eigenlijk op zich wel goed gelukt. Maar oké. Moest ik even zeggen. Tot nu toe gaat het prima. Als ik zo door kan gaan, dan vind ik het goed. Totally goed. Ik weet niet hoe vaak dat hij omhoog is gegaan. 4 keer, dat vind ik wel heel veel. Oh nee, toch niet, het was 3 keer. Oké, ik lieg. Ik lieg. Ik mag niet liegen. Oh. Kijk hoe dit uitloopt. De 4 op 4 op 4. Dat is cool, dat is lekker snel zo. Nice. Dan gaan we naar binnen. En dan pakken we mijn mooie toetjes. Dat en dat. Voor mij ook niet altijd even moeilijk. Sommige mensen zeggen tegen mij van ja, mooie huizen moeten altijd heel erg moeilijk gemaakt zijn. Maar dat is toch ook niet zo. Elk huis hoeft moeilijk gebouwd te zijn. Het is ook lekker simpel. Zoveel werk heb je echt niet nodig om zo'n simpel huisje te bouwen. Dat is wel zo. En is terug. Mijn bloempot plaatsen in een nachtkastje is terug. Dan. Lekker simpel. Maar toch anders dan het officiële. Kijk, dan krijgt ze mij nog een extra stuk tuin ook nog. Ook nog een stukje tuin, want het is van een klein huis. Nog wel een groot stukje tuin. Zodat er nog één stuk tussen de andere stuk tuin aan zitten, vind ik. Ik daar wel glas hoor. Zo. Ai, ben hier een stuk vergeten. Ik ga wel even een blokje om, vind ik. Geeft toch net dat beetje dat de touch die je nodig hebt, zeg maar. Een beetje maar hoor, is niet zo heel erg. Niet zo heel erg veel. Hey, dat klopt niet. Is toch nog een beetje die touch die je wilt zien, denk ik hoor. God, jezus. Kan dat zo? Nee, vind ik niet. Ik heb daar wel een full block voor. Of twee halve. Lol. Nee, dat moet ik op doen. Kijk, dan kun je altijd een lekker een beetje versieren. Zo, kijk, ga je daar naartoe. Pak je die. Bam. Is
toch weer een beetje anders, joh. Vergeleken met het oude is dit heel anders. Kijk, en dan kunnen we hier zo doen. Dat is een optie. Ook weer een beetje anders. Nou, hier is een random simpel stukje. Dus van oké, ik ben random. Ik vind het wel beter dan de eerste. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat alsjeblieft een like achter en abonneer. Zie ik bij de volgende video. Later! Text go to screen, you know better than that. I come around when you least expect me. I'm sitting at the bar when your glass is empty. You thinking that the song's coming on to tempt me. I need to be alone like the way you left me. Start calling.